Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier voor oom Jan en we gaan, daar wordt de workshop gegeven, de dikke dame met de parel. Ze zijn daar nu bezig en nou, laten we eens gaan kijken wat, hoe ze op dat idee zijn gekomen. Ja, ArtPub is een bureau wat allerlei entertainment workshops geeft door het hele land. Ze hebben met name schilderworkshops en in plaats dat je lekker uitgaat in een cafeetje, restaurantje, ga je nu lekker schilderen. En heb je in 2 uur tijd heb je een hartstikke leuk doek. Je weet van tevoren wat je gaat maken. Je schrijft je in. Je gaat naar het café met je vrienden en maakt gezellig een doek terwijl je lekker een wijntje of een biertje drinkt. En zo heb je een hele gezellige avond uit. En doe je toch even wat anders dan alleen maar een kroegje in. Dus het is even een soort avondje uit plus. Het creatieve avondje uit. Dat is het eigenlijk. Hoe vaak heb je dit schilderij nou al moeten les ingegeven en zelf geschilderd? Nou, deze is echt de eerste keer. En dit heb ik vanmiddag pas gedaan. Maar normaal ben ik wel fanatieker dat ik hem al 2 of 3 keer heb gemaakt. Dat ik aan allebei de kanten een voorbeeld heb staan. Ja. Maar dat is vandaag in ieder geval eerder van gekomen. Dus ja. Nee, het is niet dat ik 10 van die dingen thuis heb. Dan zou je bijna denken als je daar iedere week hetzelfde schilderij hebt. Het zijn wel heel vaak die dikke dames, maar steeds weer een andere. Dus dat vind ik ook heel leuk. Ja. En waarom per se de dikke dame? Ja, daar vinden mensen vaak heel leuk. Er komen heel veel dames op de workshop. En die vinden die dikke dames ook. We hebben ook andere onderwerpen. Maar deze is gewoon, het is gewoon leuk. Omdat ook alle verhoudingen mogen gek zijn. Het mag fout. En nou, dan heb je in ieder geval je gezellig avondje uit. Hoef je niet zo serieus bezig te zijn.